Dit soort protesten zie je steeds vaker. Deze mensen huren in een pand dat is gekocht door een Google-advocaat, die via slim gebruik van een lokale wet zijn huurders uit huis mag zetten. Evan Wolkenstein is een van die huurders die moet vertrekken. Mensen met bescheiden salarissen voor wie de stad onbetaalbaar wordt, maar die wel onmisbaar zijn in de samenleving hier. Winkelmedewerkers, verplegers of zoals Evan, docenten. They don't just move out of the neighborhood, they leave the community. And the city's identity is on the line. Is this going to be a place that is only for the wealthy, or is this a place that can sustain diversity? The keepers of our culture, they are the people who are being displaced. Eigenlijk gaat San Francisco een beetje ten onder in zijn eigen aantrekkingskracht. Mooie stad, prettig klimaat, maar door zijn ligging, ingesloten door water, kan er niet worden bijgebouwd. Frisco is vol. En nu Facebook, Google, Yahoo en al die andere techbedrijven een uurtje verderop hun hoofdkwartieren hebben, willen al die goed betaalde medewerkers in de stad wonen. Per Google G-bus worden ze netjes gebracht en gehaald. En rond die bushaltes schieten de huizenprijzen omhoog. All right. We're looking at a five-bedroom, five-bath home over 2,300 square feet, and the asking price is 1.295 million. En dat voor een huis in een voormalige arbeiderswijk. Traditionally, neighborhoods like this have been blue-collar. Maybe 5 years ago, it's complete opposite now. With median home price of $979,000, that's very difficult for somebody with just a single income or even dual incomes. Natuurlijk geeft de tech-industrie San Francisco ook een economische impuls van je welste. Dat zien mensen als Evan ook, maar hij had juist van sociale mediabedrijven wat meer verwacht. The tech industry has a dream about a future where people's lives are better and people are better connected and our communities are stronger than ever. But I think that the tech industry is not acting in accordance with what it says its values are. It would be an amazing thing if a new Google employee were not allowed to move into an apartment where a family had been evicted. En dus worden steeds vaker Google bussen tegengehouden door demonstranten om te protesteren tegen de huisuitzettingen. En wilden de Google medewerkers zelf niet met ons praten.